Hoi, Robin hier en welkom bij deze update video. Voordat ik verder ga met de video wil ik graag nog even zeggen dat de webcam kwaliteit dermate slecht is en dat ik ook tijdens het bewerken erachter kwam dat de rechterkant niet geheel zichtbaar is. Ik ga er in het vervolg op letten op de volgende video's en zeg ik voor nu veel plezier met kijken. Het is alweer een jaar geleden dat ik voor het laatst een update video heb gemaakt. Het kan zelfs zijn dat het al iets langer is geleden. Ja, en ook zoals iedereen heeft gemerkt heb ik nauwelijks tot geen video's geüpload. En ja, dit heeft zijn reden ook wel gehad. En ik ga er kort wat over vertellen. Ik ga er voor de rest niet heel erg in op de diepte. Wat ik er verder bij moet zeggen is nou niet het meeste vrolijke verhaal net voor kerst. Dus mocht je hier geen zin in hebben of nou ja, mocht je een andere reden hebben. Kijk dan even onderin het scherm waar je naar moet skippen. Zodat je in ieder geval het positieve nieuws binnen gaat krijgen. Het begint in maart 2020 nadat we wat lucht hebben gekregen van wat er allemaal in de wereld gaande is. En ik ben van de een op de andere dag ben ik thuis gaan werken. De reden erachter is eigenlijk dat onze familie allemaal onze dingen hebben. En dat het voor onze eigen gezondheid veiliger is om gewoon thuis te blijven. Heel fijn dat 24/7 thuis blijven. Maar ja, dat word je op een gegeven moment ook zat. Gelukkig heeft het mij ook wel een hele positieve kant gehad. Namelijk dat ik mezelf eigenlijk opnieuw heb leren kennen. Ja, ook onder andere dat ik gewoon wat YouTube video's heb kunnen maken. Anders dan hier op de plek waar ik dan nu zit. En daar valt aan te denken natuurlijk het bureau wat ik toen heb gemaakt. Waar twee video's van zijn geweest. Dan gaan we door naar juli 2020. Ik heb hier via Tinder mijn huidige partner leren kennen. En ja, we hebben het geintje gemaakt sinds de dag dat we zijn gestart met praten, zijn wij ook nooit meer gestopt met praten. Ondanks alle tijdverschillen, werk en alles wat erbij hoort, hebben we eigenlijk altijd 24/7 contact met elkaar gehad. En eind augustus heb ik ook dan mijn partner opgehaald van Schiphol. En ja, en eigenlijk de eerste keer dat we elkaar ontmoet hebben, wist ik al gelijk dat het helemaal goed zat en dat het goed ging komen met ons. Alles verliep allemaal vrij rustig tot eigenlijk 1 oktober 2020. En waarom ik specifiek deze datum noem, is dat de dag dat mijn moeder eigenlijk in het ziekenhuis terecht is gekomen. Ze heeft die nacht heeft ze een hersenbloeding gehad. En het gelukkig viel het op dat moment viel het nog heel erg mee. Want ze kon alles nog, ze wist alles nog en er waren eigenlijk geen problemen. Ja, toch voor de zekerheid moest ze naar het ziekenhuis gaan om gecontroleerd te worden. En daar heeft ze uiteindelijk een CT-scan gekregen. En het moment dat ze de CT-scan heeft gehad en ze kwam terug de kamer in waar ze eigenlijk in eerste instantie lag, toen kreeg ze haar tweede hersenbloeding. En geloof me, dat is echt niet iets wat je wil zien. Ja, we hebben eigenlijk nog hoop gehad tot, nou ja, 10 oktober 2020. En ja, helaas ging toen het licht definitief voor haar uit. Ja, mijn moeder, die, waarmee ik vanaf het begin van de pandemie 24/7 thuis zat. En ja, het was ineens iemand die weg was. Iemand waarmee je liever leed deelt. Iemand, ja, die verdwijnt gewoon zomaar ineens. Je kon er niet op voorbereiden, helemaal niks niet. En het is toen eigenlijk ook allemaal heel snel gegaan. Mijn partner en ik zijn vanaf dat moment zijn we samen gewonnen. Ja, ik werd ook na het overlijden van mijn moeder meerdere malen gemaand om het huis uit te gaan. Want ja, we leven in een huurhuis en nou ja, er zitten heel veel regels en dingen achter. Nou, deze strijd die heeft geduurd tot juni 2021. En ook daar werd al bekend dat de gezondheid van mijn opa verslechterde. We zijn daarom ook met z'n allen, ook de eerste keer helaas zonder mijn moeder, op vakantie gegaan. Daarna zijn mijn partner en ik kinderen ook iets later in juni geregistreerd partnerschap aangegaan, waar wij ontzettend blij mee zijn. Maar ook helaas zat hier een klein negatief randje aan. Mijn opa, zijn gezondheid kon het allemaal niet meer aan. En hij kon ook deze dag niet bijwonen als getuige van mij. En helaas is hij ook net kort voor mijn verjaardag overleden. Ter ere van hem heb ik toen een Beekse Bergen video online gezet. Ja, hij was voor mij ook gewoon de opa waarmee ik de kerstdorpen bouwde. Dat is ook waar ik de inspiratie vandaan heb gehaald. En ja, ik leende ook regelmatig zijn camera's om dingen te filmen. En eigenlijk gedurende de periode vanaf 1 oktober 2020 tot het einde van 2021 heb ik gewoon op overlevingsstand gestaan en heb ik gewoon gedaan wat ik moest doen. Ik heb daarna ook een hele strijd met mezelf gehad. Want
ja, alles was veranderd. Eigenlijk in die paar maanden of iets meer als een jaar. En de eerste keer dat ik echt kon genieten was het moment dat ik in Peru was. Ja, dat was mijn eerste keer vliegen, de eerste keer in het buitenland. 2 weken in een vreemd land en ik heb het daar ontzettend naar mijn zin gehad. En dat was ook het eerste moment dat mijn overlevingsstand eigenlijk uitging. En toen heb ik ook echt de klap gekregen van alles wat er daar is gebeurd. Het land waar mijn moeder heel graag heen wilde. De hele mooie adembenemende omgevingen. En het kwam allemaal zo hard binnen. En toen pas ging ik verwerken wat er allemaal was gebeurd. Vervolgens, ook eerder of later dit jaar, is mijn geboorteachternaam veranderd vanwege persoonlijke omstandigheden. Daarna ben ik ook nog met mijn partner naar Italië geweest. Nou, deze video hebben jullie ook gezien. Daarna zijn we ook nog naar Amerika geweest. Het was voor mij een bucketlist ding om op vakantie te gaan daarheen. Omdat mijn verjaardag op Independence Day is. En ik wilde heel graag het vuurwerk en alles wat er daar gebeurde, wil ik daar meemaken. En dat was ook het land waar mijn opa nog heel graag nog een keer heen wilde. Dus daar kreeg ik mijn volgende klap. Ik kon het helaas niet of nog niet opbrengen om nog een video te maken. Wellicht als ik mijn eigen beter voel in de toekomst dat het alsnog gaat komen. Ik heb daar gewoon ondanks alles ook daar een ontzettend leuke tijd gehad. En dan gaan we door naar eigenlijk naar vandaag. Ik heb heel veel hindernissen moeten overwinnen. Ik heb heel veel aan mezelf moeten werken. Ik heb heel veel strijd met mezelf gehad. Dingen die toen voor mij normaal waren, ja, dat is er gewoon niet meer. En ja, het is ook allemaal niet meer zo vanzelfsprekend vandaag de dag. En dan, zoals YouTubers / influencers achterkomen, is dat persoonlijke gezondheid en je persoonlijke omgeving belangrijker is dan dit. Nu ik eindelijk ook weer in een betere staat van geest ben, kan ik ook met trots mededelen dat ik weer het komende seizoen van Wie is de Mol, de Hintze Theorieën video's ga doen. En ja, we gaan natuurlijk weer met z'n allen de mol ontmaskeren. En er zal ergens een deze dagen zal er ook nog een aflevering 0 komen met de deelnemers of de kandidaten en de locatie waar Wie is de Mol seizoen 23 zal afspelen. Verder zult aankomende jaar ook weer een aantal reisvideo's aankomen. Hopelijk onder andere naar Peru, naar Amerika, Engeland en wellicht nog wel veel meer. Wie weet hoe het allemaal gaat lopen. Daarnaast ben ik momenteel ook bezig om een andere applicatie te gebruiken voor mijn notities. Dus ik gebruik die voor OneNote. Ik ben nu overgestapt naar Obsidian. En het wordt ook wel in de mond genoemd dat het tweede brein is. En ik kan je garanderen, dat is zeker het geval. Ja, mocht je daar wat meer over willen weten, laat het absoluut weten in de reacties. Dan kan ik hier een video of meer video's over gaan maken. En daarnaast heb ik mijn hobby met de motorica weer opgepakt. Ik heb alles heb ik overgezet naar Home Assistant. En ik maak daar nu ook volledig gebruik van. Nou, mocht je daar ook wat dingen over willen weten, laat het gewoon weten in de reacties. Nou, kortom. Ik heb het afgelopen jaar heel veel projecten voor mezelf gedaan die ik leuk vond om te doen. Meer om mezelf weer te worden. En voor mij ingewikkeld waren dat ik gewoon weer even lekker de nerd kon uithangen. Dus, lang verhaal, kort samengevat. Er komen het komende jaar weer reisvideo's aan. En mocht je wat willen weten over het gratis, maar zeer uitgebreide notitie gebeuren op Obsidian, Domotica met Home Assistant. Of Pijl om reclame te stoppen op je apparaten. Ja, laat het dan weten in de reacties. En dan wellicht dat ik hier wat video's over kan maken. Verder hoop ik stiekem ook weer wat kookvideo's te gaan doen. Unboxing video's en of reviews. Weet je het idee wat ik had toen ik mijn kanaal wilde gaan veranderen. Voor nu zeg ik dan ook bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet de belletje aan te zetten. Zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, later.